De kids die volgende week meedoen aan het grote muziekspektakel hebben er eigenlijk maar één woord voor. Nou, stoer. Ja, heel stoer. Echt heel gaaf. Volgende week maandag, dinsdag en woensdag zijn de stoere optredens met telkens 300 basisschoolkinderen op het podium. Dat is veel. Ja, dat is het. De liedjes instuderen was nog niet zo makkelijk. Onder andere omdat de teksten in het Engels zijn. En het tempo en die melodie is ook steeds anders. De ene keer zit er een lang stukje muziek in en de andere keer moet je weer meteen zingen. Het project School Voices is onderdeel van het festival Europa Cantat, waarvoor komende zomer 3000 zangers van over de hele wereld naar Utrecht komen. Met School Voices moeten de kids weer aan het zingen worden gebracht, want dat gebeurt volgens de organisatie nu te weinig. Vroeger zongen wij allemaal in de klas, maar dat is langzamerhand helemaal niet meer. Sport wordt heel veel gedaan, maar zingen eigenlijk niet. En dat is eigenlijk wel heel jammer, want het is gewoon heel goed voor een kind om ook van begin af aan te zingen. Dat je je stem traint. Dat is gewoon een spier die je kan trainen. School Voices is niet nieuw. In Barcelona wordt het al een jaar of 10 gedaan. En is het een groot succes. En het zou toch mooi zijn als het dat in Nederland ook zou worden. Ja, dat zouden we heel graag willen. We maken nu deze start. En ik merk dat op heel veel scholen kinderen enorm enthousiast zijn. Leerkrachten ook enthousiast zijn. Dus we hopen dat we dit voort kunnen zetten. Ja. De kids hebben er in ieder geval zin in. Ik heb ook op de toneelschool gezeten, maar dat was een heel klein zaaltje. Vergeleken met dat, wil ik wel zien hoe groot dat is. Volgens mij klinkt het best leuk als onze klas zingt. Maar er moet nog wel eventjes geoefend worden. Eén liedje is heel erg vals. Ja. Dus daar moeten we nog even aan oefenen.